Dames en heren, daar zijn ze weer. Om het wachten te verzachten op Uncharted 4, die er bijna aankomt, Timo. Spelen we de Uncharted Collection. Is het lekker spelen? Ja, volgens mij wel, toch? Ja, ik weet niet. Ik weet niet waar het wordt uitgezonden, waar de rechten nu liggen. Maar volgens mij is het lekker spelen. Oké. Okay. Volgens mij zei ik de laatste nog. Heeft hij dat gewoon gejaagd? Ja, dat heb je al laatst gezegd. Zij tegen mij... Ja, zo... Oh, daar gaan we. Even goed naar hoor, maar... Ja. Kijk wat gebeurt er. What's going on? Vraagt hij zich ook al. Ja, maar ze praten in dit spel iedereen na of zo. Ja, is dat het, is een hele ding. Is het een ding? That's my blood. That's my blood. It's a lot of my blood. Ik ben nog gestorven voordat ik begonnen ben met dit spel. Huh? Oh, daar ga ik! Daar ga je al, Timon. Dit is best episch, Peter. Dit is best episch. Mag ik best zeggen, dit is best episch. Daar ga je. Is dat een trein? Zeker weten. Oké, hoe moet ik hier ooit uitkomen? Wil je niet nog een NS-schijntje maken of zo? Een wat? Een NS-schijntje. Ja, maar straks neemt die gozer het weer over, weet ja, je wel. Ja, dat wil ik al niet. Even kijken of je het zelf kan. Kunnen ze stil. Oké, okay, wat moet ik doen? Zoek het uit. Even kijken naar het zijkantje. Oh, oké. Okay. Oké. Okay. Oh, nee, dit is geen goed idee volgens mij. Dit is geen goed idee. Laten we teruggaan. Andere kant. Even kijken. Ja, even gluren. Oké. Okay. Dit is wat ik moet doen volgens mij, toch? Nee, dit is niet wat ik moet doen, denk ik. Of... Oh, oh! Het kan allemaal. Daar ga je. Hoe gespierd is deze man? Oh! En niet sterven is de bedoeling, hè? Ja, het is... Oei! Oh! Ik dacht dat ik al neerging. Kan je makkelijk sterven hier dan? Jij ja, krijgt het altijd voor elkaar in spellen, dus. Tot nu toe gaat het nog lekker. Het gaat gewoon goed. Hoi. Oh man. Er zat helemaal nergens. Hoe episch is dit? En dan ga je. Volgens mij kun je met kruisje ook sneller... Oh. Laat ik eens een keertje voorzichtig doen, man. Oh, weet je het zeker? Oh, wow! Deze man! En dan ga je. Ik ging er al gewoon voor. Ik stond nee, niet in beeld. Ik wilde al kruisje indrukken en dan komt nog weer even in beeld, weet ja, je wel. Ja, ze wilden ook doen alsof we hun nadeden, maar ja, nee. Ik deed het al. Het sprongetje maken. Ik denk dat het moet. Op! Hier kunnen we opstaan, toch? Hier kunnen we opstaan. Ja, ja. Het voelt helemaal raar. Oi, oi, oi. Hoe episch is dit spel, Peter? Het staat helemaal nergens meer op. Deze gaat instorten. Kijk, dat zag ik. Oké. Okay. We gaan ook gewoon even naar buiten. Zal ik je het sprongetje maken of niet? Oh, hij gaat naar beneden. Je hebt het helemaal onder controle, joh. Lijkt net alsof ik weet wat ik aan het doen ben. Oh! Ga erop, man. Is hij nog steeds niet gevallen? Van gaat hij vallen? Oké, okay, je bent er bijna. Ja, veel intenser dan dit wordt het volgens mij echt niet hoor, Peter. Ik moet nu echt gaan sprinten. Oh, lopen man! Oh. Oké, gaan. En gaan. En gaan. Haalt hij het? Noem maar springen. Spring. Ik heb het gewoon gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan, niks aan de hand. Het is ook echt om niks aan, valt hij nu nog af. En toch werd ik gestuurd, als een echte man. Kijk, dit noem ik nog eens een game introductie. Dat is een van mijn favoriete introducties. Ja, een beetje cool, maar het is wel genieten in ieder geval. En wil je weten hoe dit avontuur nou verder zou gaan? Kijk naar Peter!
Timon!